En hier komt die andere Kuroiwa ons beeld binnenschaatsen. Yasushi Kuroiwa, de nummer 5 van het klassement na 2 afstanden. De nummer 4 van de 500 meter van gisteren. En ook hij heeft tot zich genomen die toptijd van Uwe Jensmeij, die overigens een nieuw baanrecord betekent. De tegenstander van Kuroiwa in deze rit is Dave Besteman, de Amerikaan. Kuroiwa heeft 37 rond staan als persoonlijk record. En ook hij zal graag eens een keer in die 36 willen rijden. En met een opening van 9,85 behoort dat zeker tot de mogelijkheden. En opnieuw weer een snellere opening dan gisteren. Het ijs is goed, ondanks de zon die nu boven de baan staat. Goed hard ijs en mooie snelle tijden. Probleempje daarvoor Kuroiwa. En nog een groter probleem en dan gaat hij echt onderuit. Ach, dat is toch doodzonde. Hier valt weer een van de toppers in het klassement weg. En kan Besteman naar de ritzegen gaan in 37,72. Dat is niet van belang. Van belang is alleen dat opnieuw dit toernooi is beroofd van een van haar kanshebbers. Nog maar eens even kijken naar wat er gebeurde met Yasushi Kuroiwa, de nummer 5 in het algemeen klassement. Hier begint het eigenlijk al in die binnenbocht. Daar heeft hij al problemen en dan komt hij heel verder uit. En dan gaat hij met een prachtige pirouette onderuit. Ja, het mag dan mooi lijken, maar het is natuurlijk buitengewoon triest. En zo te zien heeft hij zich ook nog geblesseerd. Althans heeft hij er een pijnlijke plek op zijn scheenbenen overgehouden. Troostwoorden voor Kuroiwa van zijn coach. Maar het zal niet meer helpen. Zijn toernooi is voorbij.